Als je ergens naar zoekt op afstand, kijken mensen vaak op deze manier. En I don't know, maar wanneer ik dit zou doen, vind ik het lastig om ook nog iets anders te doen. Multitasken! Daarom daag ik jou uit om deze video een like te geven, terwijl je dit doet. Dat is onmogelijk. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Mijn naam is DutchTuber en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag hebben wij de keuze uit verschillende soorten tycoons. We kunnen gaan voor Wall-E. Dat is geloof ik een robotje. Ik kan me niet meer heel goed herinneren. Ik heb die film geloof ik ooit wel eens een keer gekeken. We kunnen gaan voor Monsters Inclusives. Mijn favoriete film. Eén van mijn favoriete films. Helaas is die al gekozen. We kunnen gaan voor Wreck-It. We kunnen gaan voor Frozen. We kunnen gaan voor Toy Story. En Finding Nemo. Oké, het is misschien raar. Maar dan ga ik toch voor Finding Nemo. Finding Nemo is 100% zeker een van mijn favoriete films van Disney. En ik kan het dus ook niet laten om deze te kiezen. Laten wij een muur neerzetten. We moeten trouwens, dit is misschien verstandiger, eerst beginnen met werken. Op die manier kunnen we namelijk onze allereerste coins verdienen. Een power dropper. Oeh, jongen. Interesting. Hoe duur is 2.500 cash? 50 Robux. Oké, that's pretty nice. Ik hoop wel dat ik het krijg. Ah, nice. Ik heb het gekregen. Dat is toch wel fijn. Ik heb het heel vaak meegemaakt in tycoons dat ik ergens in investeer. En dat ik er niks voor terugkrijg. Dus ik ben blij dat ik het heb. Meer power droppers. Een mega dropper. En een mega dropper. En een ultimate upgrader. Alleen kunnen we die helaas momenteel nog niet kopen. Laten wij zo meteen kijken tegenover welke andere Disney tycoon wij het kunnen gaan opnemen. Er zijn er namelijk heel veel. Wij zijn Finding Nemo, maar zo zijn er ook heel erg veel andere. We zouden oneindig geld kunnen... 10.000 Robux? Niemand betaalt dat. Even serieus. Niemand betaalt 10.000 Robux voor oneindig geld. Dat is gewoon echt het meest belachelijke waar ik ooit van heb gehoord. Jongens, wij kunnen het slijmgeweer van Dory kopen. Voor de mensen die niet weten wie Dory is. Dory is het vriendinnetje van de vader van Nemo. Zoiets kan ik mij herinneren. Niet per se het vriendinnetje als in dat ze een relatie hebben. Maar ze werken samen om Nemo terug te vinden. In de film dan tenminste. I love that. Zou dit slijmgeweer ook echt werken? Het ziet er naar uit van wel. Even kijken. Kan ik iemand raken op afstand ermee? Ik raak er iemand mee. Oh ja, het werkt! Oh jongens! Het slijmgeweer werkt! Come on! Come on! Dit is de allereerste keer dat ik iemand inmaak met slime. Ik heb gewoon letterlijk iemand ingemaakt met het meest satisfying goedje wat er bestaat. I love this man. Oké, het is wel een leuke tycoon, alleen wat kun je nog meer kopen? Ah, voornamelijk geld. En is het ook zo dat hoe meer geld je koopt, hoe goedkoper het wordt? Ja, ik vind het wel heel duur hoor, jongens. Even serieus. Ik heb meerdere tycoons gespeeld waarin geld aankopen veel goedkoper was. Dit hier is dus de... Hierna zit de Toy Story tycoon. En die is door niemand nog gekozen. Welke tycoon zou jij kiezen? Als er een tycoon zou bestaan gebaseerd op jouw favoriete film. Welke tycoon zou dat dan zijn? Laat het me hier beneden weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Wij kunnen een wapen van Nemo kopen. Nemo zijn zeespeer. Oké, dat klinkt eerlijk gezegd best wel episch. Maar laten we eerst de ultimate upgrader kopen. Let's get it, man. Kijk, nu gaat het verzamelen van het geld alweer een stukje sneller. We kunnen hier ook een mega upgrader kopen. Die kost 300 Robux. Dat vind ik eerlijk gezegd vrij prijzig. We hoeven ons geld trouwens niet eens op te halen hier. We krijgen het namelijk vreemd genoeg automatisch al. Een tweede muur lijkt mij op zich best wel verstandig. En we kunnen ook een beveiligingsdeur plaatsen voor 1.500. Er is ook een fun pack wat we kunnen kopen voor 100 Robux. Ergens ben ik bang dat als ik dat doe dat ik het niet krijg. Dus ik laat het maar even voor gezien. Maar ik had graag gezien waar het ons toe zou leiden. Daar ben ik heel eerlijk in. De volgende upgrader die is vrij duur. Maar dat is toch iets wat we zouden moeten hebben. Dus ik koop voor nu 10.000 cash. Het is vrij veel. Maar ik wil gewoon heel graag dat mijn tycoon mega gaat zijn zometeen. Nice. Ik heb dat in ieder geval gekocht. En dan gaan wij nu
voor de zeespeer van Nemo. Dit is dus een van Nemo zijn wapens in Roblox. There we go, guys. Is het niet een beetje raar dat de speer van Nemo een vis eraan heeft zitten? Terwijl Nemo zelf ook een vis is. I don't know, maar deze ziet er heel erg sterk uit. Yes. Let's get it, guys. Laten wij de battle aangaan met iemand anders. Er zijn namelijk meer mensen in dit spel dan alleen ik. Ik moet zeggen, de persoon van de Frozen Tycoon is al best wel ver. Ik zou haar zelfs kunnen raken met mijn slimegeweer vanaf hier. Jongens, ik ben haar letterlijk aan het inmaken. No way. Are you serious right now? Ga ik haar in kunnen maken met mijn slimegeweer op afstand? Het ziet er vanuit naar wel. Jongens, het gaat serieus lukken. Are you serious? Hebben wij zometeen gewoon iemand ingemaakt? Terwijl wij niet eens in die persoon zijn tycoon zitten. Wat? Iemand inmaken met slime. Het is mogelijk. Oké, laten we kijken of we van elke Disney tycoon, naast degene die wij hebben natuurlijk, anders zouden we onszelf moeten inmaken, of wij er iemand van kunnen inmaken. Hier is bijvoorbeeld iemand. 3, 2, 1. Ah! Nemo! Oké, wacht, daar is nog iemand. Gaan we hem raken vanaf hier? Ik denk dat we hem raken. Raken we hem? Yo! Are you serious? We hebben letterlijk van elke tycoon wel iemand ingemaakt op dit moment. Oké, dit is echt insane. Oh, dit is zo awesome. Hoe duur is het om een miljoen bij te kopen? Ook 10.000? Ja, dan kun je net zo goed oneindig kopen. Echt heel raar dit spel. Het is een leuk spel, maar het is wel een raar spel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik wil eigenlijk alleen maar al die wapens ontgrendelen. Dat vind ik tot nu toe wel echt het meest epische ooit. We kunnen muren kopen. En we kunnen een nieuwe dropper kopen. Laten we beginnen met een nieuwe dropper. En de volgende die kost al gewoon 13.000. Dus misschien is het verstandig dat we eerst even een deurtje maken waar niemand doorheen kan. Als we op de knop drukken kunnen we mensen er wel door laten. Maar misschien is het beter, vooral met de vijanden van de andere Disney Tycoons die we net hebben gemaakt, dat we het even dicht laten. Wat hebben we nog meer? We hebben muren extra. We hebben nog meer muren extra. Maar die kunnen wij helaas nog niet kopen. Daar zullen wij eventjes geduld voor moeten hebben. Oh jongens, ik ben wel echt serieus heel erg benieuwd wat voor soorten dingen wij nog meer kunnen ontgrendelen. Oké, welke persoon hebben wij nog geen lesje geleerd? Ik ben daar wel benieuwd naar. Wij hebben Frozen hebben we overmeesterd, laat ik het zo zeggen. Toy Story. Daar zijn we nog niet geweest. Onze buurman, zou je wel kunnen zeggen. Alleen, hoe gaan wij daar binnenkomen? Want als ik er zo naar kijk, heeft hij een security door. Dus een gravity coil misschien? Oh jongens. We zijn letterlijk iemand zijn rijk binnengekomen. Are you serious? Are you serious? We zijn letterlijk iemand zijn tycoon binnengeslopen. In feite zouden we nu letterlijk in iedereen zijn tycoon kunnen komen. Oké, let's go. Daar gaan we, guys. 3, 2, 1. Jump! Jump! Nee, jump! Ja! Oh, wacht. Misschien kunnen we haar wapens wel gebruiken. Dit zijn eigenlijk de wapens van Frozen. Kan dat? Nee! Jawel! Oh, jongens! Ah, come on! Ik wil het andere wapen. Ik wil die klauwen. Ik wil die klauwen. Die zijn awesome. Kom op. Kom op. Ah, die klauwen die werken niet. Maar ik heb wel iets anders van haar gekregen. En dit is echt serieus heel erg. We zijn gewoon binnengekomen in een Frozen Tycoon die eigenlijk niet eens van ons is. Dus eigenlijk zijn we gewoon hebben we een soort van ingebroken bij Elsa van Frozen. Het klinkt best wel raar als je het zo zegt. Maar tegelijkertijd ook best wel episch. Laten we alleen nog een kijkje nemen bij Monsters & Co. Die zit hier verderop. Die kunnen we misschien ook wel aanvallen. Alleen heeft hij denk ik nog geen wapens. Of die zitten... Nee, die zitten op de onderste verdieping. Ah, die kunnen we dus ook krijgen. Oké, ik ben heel benieuwd wat voor wapens dat gaan zijn. Oké, we gaan eerst hem even inmaken. Let's go. 3, 2, 1. Oh jongens, oh dit is zo erg. Hij weet waarschijnlijk letterlijk niet wat hem overkomt. Want voor zijn doen is zijn deur afgesloten. En ineens staat er gewoon iemand. Kunnen we ook nu gewoon de deur weer openen? Nee, de deur kunnen wij niet openen. Dat kunnen wij niet. Oké, hij gaat ons waarschijnlijk nu aanproberen te vallen. Oké, there we go, guys. Het is een battle. Het is een battle. Let's go. Oh! Nee! Het is echt een mega versus dit. Hij is mij keihard in het inmaken. Maar ik denk dat ik wel van hem ga winnen, to be honest. Like,
Oh jongens. Hij heeft heel weinig HP nog over. Hij heeft echt super weinig HP over. We moeten hem proberen in te maken. Dat ding wat hij heeft is zo episch. Kijk, hij weet dat ik hem ga inmaken. Dus ik pak nu snel hetzelfde als wat hij net had. Kijk, let op. Oh jongens. Come on. Ik moet proberen weg te komen hier. Ik moet letterlijk gewoon proberen weg te komen hier. Jump. Nice. Oké, wacht. Ik ga naar mijn eigen tycoon terug. Ik ga gewoon letterlijk even naar mijn eigen tycoon. We hebben letterlijk de wapens van monsters en co. We hebben de wapens van onszelf. We hebben eigenlijk alle wapens die wij niet horen te hebben. Hoe duur is een vliegend tapijt in dit spel? 375. Oké, dat is echt heel erg duur. En een speedcoil, die kan ik wel betalen. Oké, die heb ik erbij gegooid. Nu ben ik in ieder geval een stukje sneller. Are you serious? Is dit een soort van de straf die ik krijg omdat ik iedereen lastig val? Ik kan er letterlijk niks mee. Dit is echt vreselijk. Oké, guys. Misschien dat als jullie genoeg likes op deze video achterlaten, dat ik de volgende keer de fun pack koop. Dat lijkt mij op zich een leuk idee. We hebben de laatste dropper neergezet. En hier hebben we nog eentje, maar die kunnen we niet betalen. Dus laten we alleen daar nog even 5000 voor aanschaffen. 3, 2, 1. Ik geloof niet dat jij sneller kunt reageren dan dat ik de laatste dropper koop. Spam snel iets leuks in de comments. Je favoriete soort koekje. Spam je favoriete soort koekje in de comments. SpongeBob koekje, prinsessenkoekje, Oreo koekje. Spam het snel. 3, 2, bam, ik heb de laatste dropper, guys. Oh, er is hier nog eentje voor 25.000. Oké, die kan ik niet betalen. Willen jullie een vervolg zien van hoe ik de andere Disney-karakters probeer in te maken, terwijl ik dus Nemo ben? Doe dan een like. Ik ben bij Elsa binnengekomen. Het was een rare ervaring. Tot de volgende keer. En ik zeg adios.